De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP heeft vandaag een opnamestop afgekondigd voor de geplande opnames. De directe reden hiervoor zou volgens de leiding het beraad van de Bond van Personeel bij de instelling zijn. In gesprek met de nieuwsdienst geeft de voorzitter van de vakorganisatie, Lloyd Pool, een andere weergave van zaken. Dat is duidelijk een sein naar de regering toe dat de problemen opgelost moeten worden. Want het personeel is echt moe. Andere mensen zijn zelf radeloos, om eerlijk te zijn. U moet begrijpen, want daarom is het mede namens misschien een het beraad. Want u moet begrijpen dat er een onderbezetting is op de werkvloer. Dat is al lang zo. Ja toch? Dus het komt natuurlijk niet alleen maar door het beraad van de bond. Maar er zijn problemen in het huis. Er zijn volgens het bericht dat ik heb gezien, zijn er ook, is een van de redenen ook dat apparatuur en een ontbreken van middelen in het ziekenhuis, waardoor patiënten ook niet adequaat geholpen kunnen worden. En daarvoor hebben we ook al lang gewaarschuwd. Pool zegt dat het personeel de situatie beu is. De medewerkers van het ziekenhuis zijn al enige tijd in beraad vanwege ontevredenheid over hun salaris, rechtspositionele aangelegenheden en de steeds uitblijvende COVID-toelagen. Want on the long run gaat het personeel ook niet meer kunnen improviseren om de zorg te verlenen. Dus tot op dit moment zijn er niet echt oplossingen. Wanneer we met de ministers hebben gesproken, dan kijken we wat er precies uit op de stand. Ik heb wel een gesprek telefonisch met minister Ramadien gekregen, gisteren en ook vanmorgen, waarbij hij een paar zaken heeft aangehaald, maar het personeel eist natuurlijk dat wij met de clusterministers doen praten en dat de oplossingen dan daar tot stand moeten komen. Pool merkt op dat de bond het beraad wil opheffen om weer normaal te werken. Echter moeten hiervoor zaken eerst worden rechtgetrokken door de regering. Ook het tekort aan personeel, dat naar zeggen van de bondsvoorzitter een grote rol speelt bij de opnamestop,